Een hele goede middag allemaal en welkom in deze fraaie voetbaltent. Het is prima weer. De grasmat ligt er fris gemaaid bij, dus waarom zou het geen fantastische voetbalmiddag worden? Mijn naam is Sjoerd de Vos en naast me zit collega Jeroen Grütte. Dit moet bijna wel een geweldige voetbalwedstrijd worden. Nou, dit wordt me een wedstrijd, voorspel ik u. Het zijn misschien niet altijd de spannendste wedstrijden, die vriendschappelijke duels. Maar ze kunnen wel degelijk heel nuttig zijn. En zo gaat het eerste team spelen. Niet iedereen is even enthousiast over het spel van deze ploeg hier. Ze staat te boek als een, ja, verdedigend ingesteld team, toch? Zie je het, mag je gerust. Ze blijven graag met veel spelers achter de bal. Kijken een beetje de kat uit de boom. Terwijl ze de tegenstanders laten komen. Hier zien we de opstelling van het andere team. De vleugelspelers gaan een belangrijke rol spelen. Want zo te zien beginnen ze hier in een 4-3-3 systeem. Ja, dat heb je goed gezien, Siet. Want inderdaad, met die opkomende backs en die vleugelaanvallers is het vleugelspel een heel belangrijke component van deze formatie. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Valencia. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Deze pakken ze goed af. Kevin Dix. Tom Davis. Deze pas kan hij onderscheppen. Grégoire de Vrel. Davy Selke. Ze leiden balverlies door deze paas. Naar mogelijkheden gezocht. Zonder bal wordt het lastig scoren. Grégoire de Vrel. Davy Selke. Schept die paas. Hier, de steekpaas dan. Tackle in het eigen doelgebied. Grégoire de Vrel. Davy Selke. Tegenstander neemt over. Valencia. Goed er langs gegaan. Goed opgelet. Ja.
Niet voorgegeven. Korte corner. Het schot dan. Met deze bal hoeft de keeper geen enkele moeite te doen. Balbezit. Vroeg veroverd. Selke. Tom Davies. En gassen langs de zijlijn. De voorsprong dan nu. Goed gekeerd door de keeper. Valencia. Een beetje zijn tegenstander te ontglippen. Een kans om te scoren. Goal! De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, dik verdiend. Inderdaad, zie je, ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. Best aardig ingeschoten hoor. Daar niet van, maar ja, de bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te balen. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Davy Selke. Blijft aan de bal. Maar dan zijn ze de bal kwijt. Aanval afgelopen. Slechts 1 minuut blessuretijd en dan wordt er afgefloten. Hoge steekbal, goed gezien. De scheidsrechter fluit voor het einde van de eerste helft. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Davy Selke. Nooit erbij. Die nummer 21. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Team bouwt op. En bekijkt de mogelijkheden. Goed gedaan van hem. Dat zag er gevaarlijk uit. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Sterke actie van de doelman. Ze blijven op de eigen helft en laten het initiatief aan de tegenstander.
Het andere team weer aan de bal. Grégoire de Vrij. Hij zet de sliding in en pakt de bal af. Uitstekend gedaan. Ze bouwen op. Ze zijn op zoek naar een opening. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. Valencia. Grégoire de Vrij. Valencia. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Buitenspel. Nou, dat zal een paar centimeter zijn, want ze leken op gelijke hoogte te staan. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Ben Pearson. Grégoire de Vrij. En zo pakt hij flink wat meters met de bal. Ja, de schot. Oh, wat is het leven van een commentator toch mooi. Als ze dit soort doelpunten gaan maken. Eigenlijk, ja, dit kan gewoon niet. Dit is eigenlijk alleen maar mogelijk in een film. En eens te meer laten ze je zien hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Want ja, deze voorzet was natuurlijk nauwelijks te verdedigen. En dan is het niet dat er verwoestend wordt uitgehaald, maar ja, de traptechniek wordt ten volle benut. Kijk maar hoe mooi de bal in het doel vliegt. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. Valencia. Heerlijke tackle. Hij stoomt verderop. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Lastig te verdedigen. Zo'n hoge steekbal. Geweldige defensieve actie. Ben Pearson. Siemens Coleman. Grégoire de Vrij. Een kans om te scoren. Geblokkeerd, maar nog steeds gevaarlijk. Het schot gaat ruim naast het doel. Een goede tijd voor een wissel. Acht minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Er is een medespeler in de buurt. Deze paas kan onderscheppen. Tom Davies. Zouden ze dan toch nog op voorsprong komen? Ze heeft voordeel in deze situatie. De toeschouwers willen niets liever dan dat hij uithaalt. Ah, jongen. Zo'n bal tikken we toch gewoon af. Helemaal nergens zo uit.
3 minuten nog tot de 90. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Felix Klaus. Er is een teamgenoot in de buurt. Hier kunnen ze de leiding nemen. Ja, het zou goed lukken natuurlijk. Nee, leg dan die bal terug. Dit heeft geen enkele zin zoals je ziet. Na 2 speelhelften hebben we hier geen winnaar.